Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie kijken. Welkom. Ik ben Alexander, 27 jaar en alweer bijna driekwart jaar vrijwilliger bij de dierenambulance Amsterdam. Voornamelijk als chauffeur en dierenhulpverlener, oftewel bijrijder. En momenteel ook een opleiding tot centralist, zodat ik ook op de meldkamer bij kan springen waar nodig. We zijn momenteel ook onderweg naar een dienst, zoals je kan zien. Onderweg naar de PDA, oftewel de postdierenambulance. En als we zo meteen aankomen, lopen we altijd even de auto na. Kijken of alle benodigde materialen aanwezig zijn. Daarna lopen we via de meldkamer om te kijken of dat er al ritjes openstaan voor ons. En daarna kunnen we in principe aan de slag. Dus ik heb er weer ongelooflijk veel zin in, net als altijd. Het is ook echt ontzettend leuk werk om te doen. Heel dankbaar werk, uitdagend werk. Leuke collega's van allerlei verschillende achtergronden, verschillende interesses. Maar we worden eigenlijk verenigd door één ding. En dat is het feit dat we allemaal ontzettend grote dierenvrienden zijn. Welkom bij een nieuwe video. We moeten een pad ophalen en ik heb zelf eigenlijk nog nooit een ritje gehad dat ik een pad moet ophalen, dus ik weet ook niet zo goed wat ik kan verwachten. We gaan die kant op. Oké, jongens, ik zal jullie eerst even delen wat ik nu aan het doen ben. Ik ben namelijk zojuist, nog voordat ik bij het adres was, echt al in de vieze fly gestapt. Hoi allemaal, ik ben Celine, ik ben 22 jaar oud en ik werk ondertussen 2 jaar bij de dierenambulance. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Eigenlijk ben ik echt een kattenvrouwtje, ondanks dat ik hier met mijn hond zit. Ik kijk ernaar uit om jullie mee te nemen op mijn avonturen en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Hoi, daar ben ik weer. Ik heb zojuist de kat opgehaald. De meldkamer had het niet goed doorgekregen en ik zei tegen die meneer, meneer, heeft een pad? Hij zegt een kat. Ik zeg, ja, dat zeg ik, een kat. Hij zegt ook nog dat je pad zei. Ik zeg, nee hoor, ik zei geen pad. Hey jongen! Onze veiligheid is belangrijk. Naar de vijf. Naar de vijf. De plaats is 47. Hoi, ik ben Ruben, 23 jaar en nu ruim anderhalf jaar werkzaam bij de dierenambulance Amsterdam als vrijwilliger. Daar doe ik hoofdzakelijk werkzaamheid als chauffeur, dierenhulpverlener en heel af en toe ben ik ook op de meldkamer te vinden. Dus misschien dat je me wel aan de lijn krijgt. Ik weet niet hoe lang deze camera het uit gaat houden. Maar... Goed zo. Oké. Dit laten we wel even zo doen. Maar zo. Ja. Hij voelt zich ook prettiger dan met die jas. En dit gaat er zit hij mee. Zit hij toch een soort van verscholen. Dag console. Je bent angstig, hè? Ja. Pootjes geen breuken. En waarom maken ze hem afgepakt? Hij zat in het hoekje daar. Oké. Nou, dan ga je mee naar Gerrit. Hey. Och, och, och. Nou, volgens mij ben jij gedaan. Oh ja, ging je was jij net aan het ruiken. Haal ik hem weg bij je. Nou. Hij zit in ieder geval ergens daar. Heb je het me vergeven? Ik ben bijna 5 jaar werkzaam bij Dierenambulance Amsterdam. Ik werk hier als fondsenwerver en 2 keer per week zit ik nog op de ambulance. Dat vind ik erg belangrijk om te zien waar het geld naartoe gaat, waarom het zo belangrijk is. Dus ik neem jullie mee met de ritjes. Goed zo.
redding. Ik weet in het echt gezien. En nu wel.